Het gaat niet alleen over centen, hopelijk in deze wereld. Want eigenlijk zou je kunnen zeggen, is er geld genoeg? Maar het gaat ook over geluk, over welzijn van mensen. En dat is wat hier natuurlijk een enorme drive is, zeg maar. Waarom hier allerlei dingen gebeuren. Die mensen uiteindelijk verbindt, samenbrengt, gelukkig maakt, inspireert. Nou ja, noem het maar op. Welkom, Jacqui van der Vlis. Jij bent per 1 november directeur van het Evertshuis. Klopt. Hoe gaat het met je? Nou goed, het waren 3 hele leuke dagen, zeggen we dan. dus het is, ja, alles komt natuurlijk heel veel op je af. Er zijn veel dingen die je moet vragen, waar je eigenlijk nog geen verstand van hebt, hoe dat precies in detail, zeg maar, werkt. Maar ja, ik voel me hier eigenlijk al vanaf dag 1... thuis. Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar zo voelt het voor mij wel. Want? Nou ja, ik ben natuurlijk daarvoor, voor deze benoeming, ben ik natuurlijk 4,5 jaar al bestuurslid geweest. Ja, je was van al enorm betrokken. Dus ja. In die zin ben ik heel erg betrokken. Dus je kent ook wel het gebouw, je kent de mensen. Ik denk dat dat heel erg scheelt. Ik kom natuurlijk op een nieuwe werkplek. Maar ik ken de mensen eigenlijk al. Dus ik denk dat dat ook wel heel erg scheelt al in je thuis voelen. Mm-hmm. Dat zijn geen vreemde mensen voor me. En het is gewoon een organisatie die zo dicht bij mijn hart ligt, dat ik denk dat ik me daarom ook gewoon, bij wijze van spreken, meteen al vanaf dag 1 als een vis in het water voel. Ja, we zitten hier in het theater, in de theaterzaal van het Evertshuis. Dat heb ik heel bewust gedaan, want het Evertshuis is niet alleen het theater. Zeker niet. Wat is het nog meer? Nou, als je het heel, heel simpel zou zeggen, zijn we natuurlijk gewoon in de kern een cultureel centrum. Wat sociaal-culturele activiteiten organiseert. En daar kan heel veel onder vallen. Maar daar valt ook bijvoorbeeld onder een heel groot project als Bravo, wat we al jaren doen. En waarin we eigenlijk educatieprogramma hebben voor heel veel kinderen in het dorp. Dus die op allerlei mogelijke korte cursussen kennis kunnen maken. Of op creatief gebied eigenlijk. Kunstgebied, sportgebied. Dus daar gebeurt heel veel in. Ja, en dan heb je het echt over duizenden kinderen die zeker, hier komen. Zeker, ja. Maar er vinden hier natuurlijk ook heel veel schoolvoorstellingen plaats. Waar gewoon alle kinderen uit het dorp ook naartoe komen. Daarnaast is het natuurlijk ook een heel belangrijke plek voor het dorp. Omdat we heel veel mensen hier huisvesten. Die hier een kantoor hebben. Of het nou SAM is, of vluchtelingenwerk, of Stichting Sport en Welzijn, wat hier zit. En zo zijn er nog heel veel andere organisaties. Die hebben hier allemaal hun onderkomen. Ja, want het is misschien wel leuk om te vertellen dat de oorsprong van het Evertshuis is een legaat. Zeker. Van notaris Evert. Zeker, ja. Daar heb ik me heel erg in verdiept. Ja, ja, nou ja, dan kan jij het beter vertellen. En nou dat is natuurlijk het hart, hè? Dat cultureel-maatschappelijke karakter. Exact. Kijk, notaris Evert, die leeft natuurlijk in de vorige eeuw. En die die was bemiddeld en was een bekende bodengraver. Ik bedoel, was natuurlijk ook notaris, dus had ook een bepaalde positie in het dorp. Was niet getrouwd, had geen kinderen. En had dus uiteindelijk natuurlijk heel veel geld over, waarvan hij dacht, ja, als ik er straks niet meer ben, wat wil ik dan nalaten? En toen heeft hij dus dat legaat aan de gemeente geschonken van een paar ton. En wel met het doel van dat er een sociaal-culturele bestemming aangegeven zou worden. Dus in de basis staat dit huis hier vanwege hem. Zo ja. Zie ik het zelf. Ik vind ons eigenlijk ook, en dat zouden we veel meer mensen moeten zijn, ik voel me heel erg schatplichtig eigenlijk ook aan notaris Evert. Dat hij hier zoveel geld in heeft gestoken om hier zo'n prachtige voorziening voor het dorp neer te zetten. Waar jaarlijks natuurlijk duizenden mensen plezier beleven. Ja, nu staat het Evertshuis, straks daar kom ik daar even op terug, natuurlijk een heel klein beetje ter discussie, op de toekomst ook. Is die schatplichtigheid waar jij het over hebt, is dat iets wat te weinig bijvoorbeeld op het politieke vizier staat? Absoluut. Hoe zou dat kunnen veranderen? Nou, dat is natuurlijk best een lastig iets. Mm-hmm. Omdat ik ook wel, het hele politieke spel is natuurlijk niet een soort appeltje-eitje, laat ik het maar even zo zeggen. Maar ik denk dat mensen zich meer bewust moeten zijn van die geschiedenis, van dat legaat, van
notaris Everts, die dat hier toch wel mooi heeft neergezet. Zoals het in Amerika geregeld is. Daar zijn een heleboel dingen niet lekker geregeld. Maar daar zie je bijvoorbeeld wel dat culturele instellingen, zoals notaris Everts heeft gedaan, heel erg gedragen worden ook door subsidie, sponsoring. Zouden bedrijven binnen Bodegraven-Reewijk, voor zover dat mogelijk is, ook in deze crisis, wellicht ook meer die gedachten moeten toedragen. Iets terugdoen voor de samenleving via cultuur. Ja. Ja, ik denk dat dat een hele mooie gedachte is. En dat is ook zeker iets wat al in mijn hoofd spookt. Om gewoon eens te kijken van met welke bedrijven zouden we die discussie nou gewoon eens aan kunnen gaan. Omdat de aanwezigheid van het Evertshuis in dit dorp ook heel veel voor dat dorp betekent. Ja, het is een enorm verbindende factor natuurlijk daarin ook. Ja, en het gaat ook over, en dat heb ik ook al een keer vorige keer tegen iemand gezegd, het gaat niet alleen over centen, hopelijk in deze wereld, want eigenlijk zou je kunnen zeggen, is er geld genoeg? Maar het gaat ook over geluk, over welzijn van mensen. En dat is wat hier natuurlijk een enorme drive is, zeg maar, waarom hier allerlei dingen gebeuren die mensen uiteindelijk verbindt, samenbrengt, gelukkig maakt, inspireert. Nou ja, noem het maar op. Ja, nu kunnen we heel veel gaan zeggen over het verleden van wat er in de afgelopen jaren heeft gespeeld. Er zijn dingen goed gegaan, er zijn dingen niet goed gegaan. Ja. Maar als jij daar naartoe kijkt, ook vanuit jouw rol als bestuurder, dus je hebt het van nabij meegemaakt, welke kansen zijn er blijven liggen? De verbinding met de lokale, met de inwoners, maar ook met de lokale culturele instellingen. Ik vind dat we daar veel meer uit zouden kunnen halen. Maar ook bijvoorbeeld met de bedrijven. Ja. Kijk, een heel simpel voorbeeld. Dat is misschien toch leuk om te vertellen, omdat ik meteen merkte in mijn eigen omgeving dat mensen daarop aangingen. Dat is het idee om, ik weet niet precies op welke termijn, maar wel op relatief korte termijn, om hier gewoon weer eens een ladies night te organiseren. Daar zijn dus dan heel veel bedrijven bij betrokken. Ja. Die allemaal productpresentatie hier kunnen doen. Die de verbinding kunnen maken met hun doelgroepen. Mm-hmm. Was in het verleden is dat hier diverse keren georganiseerd. Ik praat over 2014, 2015 volgens mij voor het laatst. En dat waren hele druk bezochte meetings eigenlijk, hele druk bezochte evenementen. Er kwamen honderden vrouwen op af. En dat is ook voor de lokale ondernemers is het ook belangrijk om weer eens een punt, een stip op de horizon te hebben. Dat ze denken, wauw, er gebeurt weer iets bijzonders, iets leuks. Het bruist, er komen mensen op af. Nou, dat soort dingen. Ja, kijk, het lijkt allemaal heel simpel. Ja. En misschien is het het ook wel. Maar het is niet gebeurd. Ja, en ik vind dat we daarin, dat soort activiteiten moeten we wat mij betreft veel meer gaan organiseren. Maar ook, en dat heb ik ook wel geleerd op andere plekken waar ik gewerkt heb, het gaat voor mij ook heel erg over cultuurparticipatie. En cultuurparticipatie, wat bedoel je daarmee? Ga ik even uitleggen. Ja, nou, voor mij is cultuurparticipatie dat je eigenlijk met en door bewoners culturele evenementen gaat organiseren. Laat ik even een voorbeeld geven. Er zullen hier ongetwijfeld bijvoorbeeld in het dorp misschien vluchtelingen wonen uit Syrië. Die hebben allemaal een verhaal, maar dat verhaal kennen we eigenlijk niet. Mm-hmm. En hoe mooi zou het zijn om hier bijvoorbeeld, ik noem het dan even voor het gemak, een mini filmfestival te organiseren waarin Syrië centraal staat en waarin we kunnen kijken naar films die over Syrië gaan, waardoor we ook eigenlijk de mensen die hier wonen veel beter leren kennen, maar waarin we eigenlijk de mensen uit Syrië zelf de sleutel geven. Ik heb het meegemaakt in een andere plaats waar ik het ook gedaan heb. En dat was zo ontroerend. Het was zo mooi. Ik kan er bij wijze van spreken nu weer tranen van in mijn ogen krijgen. Maar het was zo mooi. Het raak je. Het waren gewoon mensen uit Iran. Ja. En die waren met z'n drieën. En die hebben daar gewoon een prachtig programma neergezet. Ja. Gewoon omdat ze helemaal vanuit hun eigen kern, vanuit hun eigen behoefte om zich te laten zien, om hun verhaal te vertellen, hebben ze dat neergezet. Ja, daar word ik echt heel enthousiast van. Ja. En die verbinding dus met inwoners, dat moeten we veel meer gaan doen. Dat vind ik een gemiste kans. Maar ook dus nogmaals met de ondernemers, daar is volgens mij ook veel meer mee te doen. Ja. Wat jou betreft gaat het Evertshuis weer bruisen. Exact. Dat is, dat is dan misschien een beetje, je zou kunnen zeggen, een platgetreden woord wellicht. Mm-hmm. Maar in de kern klopt dat wel. Ik wil dat het gaat bruisen, dat we talk of the town zijn, dat we hier, dat zou ik ook dolgraag willen, dat we hier geweldige feestavonden gaan organiseren met bands, met disco. Want ja, als ik even zelf heel eerlijk ben, waar kan iemand, bij wijze van spreken, van 40 plus nog even een beetje lekker uit zijn bol en een lekkere feestavond hebben en dansen? Ja, laat het maar hier gebeuren. Ja. Daar heb ik zin in. Ja. Als het hier gebeurt, is het Evertshuis dan voor
Bodegraven? Of hoe ga je het voor elkaar krijgen dat het Evertshuis voor heel Bodegraven-Reewijk wordt? Je bedoelt niet alleen voor Bodegraven, maar ook voor Reewijk, dat bedoel je? Ik woon zelf natuurlijk in Reewijk, ik woon in Reewijk. Ja. Ik ken het Evertshuis omdat ik heel veel hier kom. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook best wel mensen die zeggen, ja, wat is het Evertshuis? Ja. Die in andere dorpen wonen. Hoe ga je het Evertshuis op dat bruisende op de kaart zetten? Nou ja, dat is denk ik toch omdat je activiteiten gaat organiseren die mensen leuk vinden. Waarvan mensen denken, oh wauw, bijvoorbeeld weer zo'n Ladies Night. Ik denk ook dat mensen uit Reewijk dat hartstikke leuk vinden. Ook als de Reewijkse ondernemers ook hier naartoe komen om zich te presenteren. Dat het ook iets is van ons samen, van het hele dorp, zeg maar. Dus niet alleen van Bodegraven. Dus ik denk dat daar de verbinding ligt. Ik denk dat ook wel de verbinding ligt in kijken of je nog meer, bijvoorbeeld in Reewijk, wat meer in kan zetten op ambassadeurs. Nou ja, misschien iemand als jij. Oh. Die het Evertshuis, voor zover ik dat nu inschat, een warm hart toedragen. Zeker, ja. En ook enthousiast worden over dingen die hier gebeuren. En uiteindelijk is mond-op-mond reclame de beste reclame. Klopt. Dus daar zullen we ook meer op in moeten zetten, denk ik. Ja. Dus één puntje. Vertel. Je bent interim. En je plannen, dat denk ik van, nou, daar heb je zeker 5 jaar de tijd voor nodig om dat uit te voeren. Ja. Kan dat interim wel eens vast worden, wat jou betreft? Dat hoop ik wel, ja. Ja, zeker. Dat is mijn ambitie. Dat is ook de ambitie van het bestuur. Dus die interimperiode duurt nu 10 maanden. Daarin moet ik me natuurlijk ook laten zien. Daarin moet ik ook het vertrouwen gaan krijgen van veel mensen die met mij te maken krijgen. Maar ja, ik sta daar heel positief in. En ik ben hier zeg maar in deze functie gekomen. Wel met het doel van de toekomst dat het niet voor 10 maanden is. Stip op de horizon. Zeker. Ja, absoluut. Dank je wel voor dit gesprek en heel veel succes. Dank je wel.